Een 42-jarige man en een 47-jarige vrouw uit Eindhoven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden na de beschieting van een woning in Eindhoven. De woning aan de Ventstraat in het stadsdeel Strijp werd onder vuur genomen vanuit een voorbijrijdende auto. Op het moment van de schietpartij waren de bewoners in het huis aanwezig, maar zij bleven ongedeerd. Wel zijn ze zeer geschrokken. Verschillende getuigen verklaarden één schot te hebben gehoord. Dat veroorzaakte een groot gat in het raam van de woonkamer. De verdachte man kon naar aanleiding van getuigenverklaringen worden opgepakt in een café aan de Nederstraat in Eindhoven. Bij huiszoeking in zijn woning in stadsdeel Strijp trof de politie een vuurwapen aan. In deze woning werd de 47-jarige vrouw aangehouden.